En tot besluit van dit avondje Avro nu een aflevering van Ontdek je plekje. Terwijl u op de achtergrond de muziek hoort van Edward Grieg, leidt Joop Scheltens u rond in het tweelingterpdorp Winsum-Obergum. De vaderlandse geschiedenis heeft diepe voren getrokken in het Groninger land. Dit is de wereld van Romeinen, Friezen en Saksers, van Borgen, Terpen en Wierden. Hunsingro heet het hier. En toen de Nederlanden al deel uitmaakten van het Bourgondische Rijk van Philips de Goede, hoorden de Ommelanden daar niet bij. Waren die dan eigen baas? De baas was hier Edzard de Grote, graaf van Oost-Friesland, die regeerde in naam van de hertog van Saksen. Kunt u me nog een beetje volgen? Het dubbel Wierdendorp Winsum-Obergum is al zo oud dat we in de geschiedenis wel mogen terugrekenen tot voor onze jaartelling. Een dorp van het jaar nul dus, in alle eerbied. Je ziet het al meteen aan de kerk van Winsum, die van Obergum komt straks, dat het hier gaat om een middeleeuwse kerk met een wat eigenwijze toren die een trap heeft aan de buitenkant. Die trap is nieuw, dat ziet u wel, want nu komt het verhaal. De toren is een kopie, gedateerd 1699, van de oorspronkelijke middeleeuwse toren. En men bouwde in die nieuwe toren halverwege een drietal zolders. Om daarbij te kunnen komen moest je een trap op. Ja, maar niet door de kerk, dan buitenom. Dat is goed. Maar wie kan zo'n trap maken? De molenmaker keek helemaal niet vreemd op toen ze het hem vroegen. Men herdacht de torenbouwers met een gedenksteen. In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heer der Heerscharen. De molenmaker bouwde ook de torenspits, een achtkantige houten constructie die bovenop de nieuwe toren kwam te staan. Er hoorde eigenlijk een zadeldak op, maar een spits was evengoed ook heel erg mooi. Zo'n hele gevelwand zit vol met bouwkundige versieringen en zo'n metselaar kon zich uitleven in zijn weerbarstige vak. Het restaureren van zo'n kerk brengt al die kleine, vroegere vreugden aan het licht. Ga staan voor zo'n oude kerkmuur en laat die zelf maar vertellen wat middeleeuwse metselaars vermochten. Het dak is aan deze zijde bedekt met lange halfronde dakpannen die om en om open en dicht over elkaar liggen. Doeltreffend in al zijn eenvoud. Die witte randen om de ramen betekenen eigenlijk niets. Het is aangebracht als een decoratieve verfijning. Kinderen hebben daar nog geen oog voor. Wel nee, die rennen eronder langs, net als die nieuwsgierige lammeren. En nog twee. Als u nu op het bordes van die hoge torentrap gaat staan, dan ligt heel Winsum aan je voeten. Links de molen, de vriendschap. En even verder rechts, zomaar akkers tussen de huizen. In een dorp kan dat. Hier is ooit een kwekerij geweest. Nu verbouwen de Winsumers er een bed met groenten, of met bloemen, of hoe je muts maar staat. Hoog optorenende molens met hun lage bebouwing rondom zijn altijd zo bepalend geweest voor het aanzien van een dorp. Wie wil geen groeten uit Groningen op een ansichtkaart met de molende vriendschap erop? Verder hoeft dan niks. Tussen de beide dorpen zijn twee bruggen over het Winsumerdiep. De brug waar we nu op staan heet de Jeneverbrug en de andere de Boog. Ik denk dat je met een Winsumer slokje op de Jeneverbrug overgaat en met de Boog naar huis. De gepaste trots die spreekt uit ons eigen is terecht.
Dit is de kerk van Obergum. Dat zou ik u nog laten zien. Het staat op de top van de wierde en met een beetje fantasie zie je die 13e eeuwse bouwvakkers voor je. Kerkenbouwers waren het, die van dorp naar dorp trokken, van streek naar streek. Daarbij steeds uitgaand van traditie, bouwmateriaal en hoogstaande metseltechniek. Een kleine groep vrome mannen die bouwden voor God een eigen zaligheid. Om eindelijk te mogen knielen voor het altaar dat ze zelf hadden gemaakt, in de ruimte die ze zelf hadden geschapen. Zo'n datum wijst erop dat er in de loop der eeuwen gewijzigd is. Maar in wezen is het 7 eeuwen hetzelfde gebleven. Leg je hand maar op de stenen en je voelt de eeuwen. Zouden de metselaars gezongen hebben onder hun werk? Leg je hand maar op de stenen en je hoort ze nog. Natuurlijk heeft Obergum vroeger volgestaan met houten huizen, maar die werden in de voortdurende strijd tussen Ommelander adel en de stad Groningen steeds platgebrand. Stenen huizen kwamen er, en in hun rijke tijd waren Winsum en Obergum aanzienlijke dorpen met aanzienlijke mensen die voor zich lieten bouwen in de smaak van de tijd, soms deftig van snit, soms aandoenlijke namaak. En je mag nooit naar Groningen gaan en niet een bezoek brengen aan een boerderij. Zo'n boerderij waar lieve mensen wonen. Dit is Maarhuizen, gebouwd in de 18e eeuw en verhoogd in 1854 door Van Ham en Wierda. Ik wil maar zeggen van Winsum, Obergum en het Groninger land. Wist u nou dat het er zo mooi is? Ja, en ik denk dat velen dat niet wisten. Zoals iedere donderdag besloot ook dit keer Ontdek je plekje ons avondje AVRO. Eerder op deze avond hebt u al kunnen zien dat de AVRO ook morgenmiddag en zaterdagavond weer present is met onder andere amusement, sport, een speelfilm en Nederlands toneel. Kortom, met een boeiend, interessant, gevarieerd familieprogramma. Nu heeft u op deze zender nog Ster, laatste nieuws en het nieuws voor doven en slechthorenden te goed. Ik ga namens de AVRO afscheid van u nemen. Voor straks een goede nachtrust toegewenst. Bedankt voor de belangstelling en graag tot een volgende keer.